hij heeft ons nog geappt, ondanks jullie krijgen allemaal een jointje. Jeroen ook, dus je hebt $5 van voor Jeroen vandaag en zo. Dit is mijn eerste joint ooit, hè? Ja, is het jouw eerste joint? Nee, man. Is het blaas of zuigen? Al te zuigen, sowieso. Gewoon af hier, jongen. Ik moet morgen Frankrijk nog in, hè? Dat kan ik wel vergeten. Waarom man? Als ze dat zien, dan... In Rusland word je ook meteen in de gevangenis gezet. Jongens, dan avond is het, hè? Wij denken heel even aan man. Voor man. Ik vind de Fuck the Blues, dat is ook een schitterend nummer. Fuck the Blues, mijn favoriete nummer. Ja, ik ben een enorme Armand fan. Ja, lekker. Ja, hij houdt er van. Terwijl wij hier nog even met die song bezig zijn, moeten we nog eventjes, met veel plezier overigens, naar de reacties op de vraag van de dag. Nu moet Jeroen dus met zijn één hand een joint vasthouden. Hij is nu al de draad kwijt. Focus. Jij bent echt goed bezig, jongen. De anijsmelk staat op de kachel. Maar nog één ding. Jij gaat de komende week een beetje voor ons aan de slag. Hè? Ja, ik kom in december 3 keer terug. Dan zijn de mensen vast gewaarschuwd. Ja. En mensen mogen mij sturen. Ik maak een voorstelling over het jaar die ik elke avond speel. Die heb ik helemaal zelf bedacht. Ja. Maar als de kijker nu denkt, er zijn dingen van het jaar... Dolf, daar moet jij het even over hebben. Kunnen ze mij sturen via het volgende mailadres? We hebben een mailadres. Ja? En, dat is de stem des Dolfs, geloof ik. Ja, de stem des Dolfs. Goeie... @pauw.nl. Dat adres. Ja? Ja. En de stem des Dolfs @pauw.nl, dan kunt u mij sturen. En dat is echt goed. Anders moet je hem nog even aansteken. Een beetje bijsteken. Kom hier. Dan gaan we toch nog even naar de reacties op de vraag van vandaag. En de vraag was, wie had echt niet aangenomen mogen worden? Nou, deze verzorgers zien we liever niet meer terug op het voetbalveld. Stel de volgende. De vrachtwagenchauffeur in het volgende filmpje kan beter een kantoorbaan nemen. Als Armand. Oh, jij bent stunt. En deze werknemer maakt stiekem een kopie. Ik weet niet waar de herinneringsjoints van ze gaan van het publiek zijn. Gaan die allemaal nog door zo? Ja. Er en der? Misschien vinden we ook eens leuk om eens een keer mee te maken. Hoe dan ook, dit was hem voor vanavond. We wensen u allen een fijn weekend. En hopelijk is er nog weer een beetje van plezier terug na deze nare week. En tot maandag.